Over die planning hoor ik de minister zeggen dat dat niet eerder is dan ultimo 28. Dat doet mij eraan denken hoe we dan in de tussentijd omgaan met dit gebouw. Ik heb geen idee of we het hier huren of op welke manier we hier gebruik van maken. Kunnen we per verdieping dingen afstoten of niet? Want ik zie in ieder geval in de voortgangsrapportage dat verschillende gebouwdelen zich ook in verschillende fasen van de renovatie bevinden. Dus je zult sowieso gefaseerd moeten in en uit huis, een soort legpuzzelsysteem. Dus hoe ziet de renovatie er aan deze kant uit? Ja. Ja, het goede nieuws is, het gebouw is van ons. Dus we zitten niet met een tijdelijk huurcontract of zo. Dus het is niet zo dat we er tussentijds uit moeten. Tijdelijke huurcontracten die werden sowieso al veel te veel gebruikt natuurlijk. Dus daar moesten we ook maar eens een keer vanaf. Maar hier geldt dus geen tijdelijk huurcontract. We zijn een hele fatsoenlijke huisbaas zijn we ook. Dus jullie mogen hier blijven huren, zeg ik tegen de Tweede Kamer. Sterker nog, we betalen die huur geloof ik ook nog. Maar en als jullie hier zijn uitverhuisd, dan blijft dit gebouw onderdeel van de kantorenportefeuille in Den Haag. Dus daar vindt een enorme shuffle plaats op dit moment. Dat heeft met renovatieplannen te maken. En onderdeel van die shuffle is ook de Aperots, dus is ook dit gebouw. Dus we hebben dit gebouw ook gewoon na uitverhuizing van de Tweede Kamer weer nodig voor de kantorenportefeuille. Dus dat is inderdaad een soort Rubik's puzzel. En daar hoort dit gebouw onderdeel van te zijn. Ik denk, voorzitter, dat ik daarmee wel de binnenhofvragen heb gehad. Maar laat ik dat even toetsen. Dat is hartstikke mooi. Ik nodig u uit om door te gaan met het Rijksvastgoedbedrijf. Mevrouw Welzijn mist een vraag. Beantwoord van een vraag. De vraag over of zeg maar de risico's, of die allemaal in de budgetmutaties zitten. Die heb ik volgens mij beantwoord. Kijk, de risico's zoals ze bekend zijn, die zitten inderdaad in de budgetmutaties. Eén risico niet, en dat is het risico op marktspanning. Dat is eigenlijk een vrij groot risico. Alleen dat willen we expres niet onderdeel maken van de budgetmutatie, omdat we daarmee eigenlijk op voorhand al het vlaggetje omleggen richting de ondernemers die moeten offreren. Nou, dat willen we liever niet, dus daarom zeggen we, dit is alles wat we nu weten, exclusief marktspanning. Hoe zit algemene zaken erin? Door een extrapolatie. Want daar hebben we nog niet onder de vloer kunnen kijken of boven het plafond kunnen kijken of achter de muur kunnen kijken. Dus dat, die AZ zit er inmiddels extrapolatie. En dat, ja, dat kent een zeker risico. Dat het risico zoals ingeschat net niet helemaal compleet is. Maar dat is hoe het er nu voor staat.